kader van het Suriname Business Climate and Innovation Program is er voor de tweede keer een technische workshop gehouden, waarbij de aangetrokken consultant voorlopige onderzoeksresultaten over de bijdrage van de ICT en creatieve industrie aan de economie heeft gepresenteerd. Wij hebben ook met verwijzing naar het Nationaal Ontwikkelingsplan een doelstelling om de economie te diversificeren. En dat betekent dat je moet weten waar je nu bent met bepaalde andere sectoren dan de gangbare, zoals mijnbouw en de oliesector. Dus je moet weten waar je nu staat en waar je naartoe kan gaan. En op het moment dat je weet waar je nu staat, kan je beter plannen naar de doelstellingen die je hebt. Zoals de consultant het op dit moment heeft geprojecteerd, omdat hij nog niet hele exacte cijfers heeft. Zijn projectie is dat we rond de 1% zijn met die sectoren. Dus die sectoren zijn ongeveer 1% van de GDP. In vergelijking met andere landen zitten we toch een stuk lager. Een voorbeeld is dat de Dominicaanse Republiek en de Bahamas zitten op 4% en 3,5%. Dus het is goed om te gaan kijken, te gaan benchmarken. Wat hebben zij gedaan dat zij toch een groter aandeel hebben van de GDP? Het is wel belangrijk om te zeggen dat het uitgerekend deze sectoren zijn, ICT en creative sector, die eigenlijk echt een bijdrage doen aan meer high-tech, meer je economie op een wat meer hoger niveau te brengen qua kwaliteit van het werk. Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme, die zich ook sterk maakt om de economie te diversificeren, levert ook haar bijdrage middels het SUPP-CIP-programma. Dat alles wat wij doen is in public-private partnership. Dus we zullen het samen met het bedrijfsleven moeten oppakken om de stappen te kunnen ondersteunen. Een van de zaken die we bijvoorbeeld in ontwikkeling hebben op het ministerie is dat we ICT Innovation Board willen opzetten, waarin zowel public als privaat vertegenwoordigd zijn, zodat er een aantal projecten, programma's ontwikkeld kunnen worden waar we beide achter staan om te komen naar een groter aandeel van deze sectoren aan onze economie. De andere sector, dus meer de creative industries kant, die is heel erg sterk gerelateerd aan toerisme. En dat gedeelte is in feite al opgenomen in het Nationaal Toerismeplan. De technische workshop is georganiseerd door de Competitiveness Unit Suriname van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme. De nieuwe vleugel van de openbare school 1, de Geiersvleit, is opgeleverd. Het gebouw was in augustus deels door brand verwoest en is met ondersteuning van de ministeries van Defensie en Justitie en Politie opnieuw gebouwd. De leerlingen kunnen nu, 3 weken na de officiële start van het schooljaar 2018-2019, weer optimaal les volgen. Weet jullie wie deze man is? Jullie zijn goed. Saan, jullie zijn echt goed. Hij heeft al deze 3 weken voor jullie gezorgd, toch? Ja, toch? Even een applausje. Ja. Weet jullie wie die meneer is? Goed zo. Deze meneer, die was elke dag hier, meneer Moene, om ervoor te zorgen, want die werken samen, dat het werk hier ging. Begrijp je? En er was nog een minister
maar die is in vergadering, dus die kan er niet zijn. En dat is minister Getouw van Justitie en Politie. Die heeft ook geholpen, want die heeft ervoor gezorgd dat die meneeren, die heren, die eigenlijk in de gevangenis zitten, maar ze kunnen laten zien dat ze ook hard kunnen werken. En die hebben ook meegeholpen om de school helemaal in orde te maken. We hebben het dus allemaal samen gedaan. De nieuwe vleugel is nog niet helemaal af. Er moeten nog enkele verfraaiingswerkzaamheden verricht worden. Belangrijk voor de minister is dat de leerlingen nu elke dag normaal les kunnen volgen. De meubels komen eraan, de leermiddelen komen eraan. Ik hoop dat de leerkrachten ook geleerd hebben met deze andere ervaring, een ander begin van het schooljaar, maar dat jullie daardoor een super jaar gaan hebben. Ja? En we gaan door om jullie te begeleiden, want we gaan het nog helemaal mooi maken hier om jullie. Oké? De minister zei in contact te zullen blijven met deze school. Zij had immers de afspraak met de leerlingen dat niemand het leerjaar gaat overdoen. Ze wenste de leerkrachten en de leerlingen verder een perfect schooljaar toe. Van Binnenlandse Zaken kan op basis van de informatie uit het CARICOM Gender Equality Indicators rapport een genderbeleid uitstippelen dat beter aansluit op de praktijksituatie. Bisa-minister Mike Noor Salim heeft dit CARGEI-rapport onlangs ontvangen. We weten dat een gebrek aan gendergesegregeerde data heel stremmend werkt op ontwikkelen of op de ontwikkeling van een gedegen genderbeleid dat gericht is op gendergelijkheid. En het resultaat van interventies kan dan niet gemeten worden. Je kan het helemaal niet meten. En dat maakt het ontzettend moeilijk om genderongelijkheid vast te stellen. We zien dat op 5 gebieden is er data verzameld en geanalyseerd. Met name op het gebied van economische activiteiten, educatie, we hebben gezien gezondheid, publieke participatie en mensenrechten. En door die met de situatie van de mannen te vergelijken, weten we of er sprake is van gendergelijkheid. We kunnen dus gendergelijkheid niet meten wanneer de indicatoren voor gendergelijkheid ontbreken. Dus als we ze niet hebben, kan je gewoon simpelweg dat stukje van gendergelijkheid niet meten. En het rapport geeft ons die informatie, zodat we het beleid beter op de praktijksituatie kunnen laten aansluiten. Dat is, om het zo te zeggen, in een nutshell het belang van dat rapport. Het CARGEI-rapport is een nationaal rapport over de situatieanalyse van vrouwen en mannen in Suriname. De ontwikkeling van het CARICOM-survey-model voor het meten van gender-based violence is geïnitieerd door CARICOM en de United Nations Women Multi-Country Office. Ondersteuning wordt verkregen van de overheid van Canada in partnerschap met de United Nations Development Program. Suriname
is een van de CARICOM-landen die heeft ingestemd een pilot van de GIS uit te voeren. Dit besluit is tegen de achtergrond van het genderbeleid, waar de Surinaamse overheid voor staat. In het ontwikkelingsplan 2012-2016 is gender aangegeven als een van de prioriteitsgebieden van de regering.